Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Ja, met mij, met Sneeuwwitje. Ik hoor dat we er zijn. Ja, ja, actie! Ja! Er mag hier ook helemaal niks hier in Deurne. Laat het maar niet. We spelen zo hard dat ik je niet kan bestaan, maar ik ga gewoon door. Volgens mij zijn we in de lucht. We zijn dus in Deurne. En hier, ik ga even die fucking harmonie stilleggen, bak. Stop eens even. Stoppen. Dat is echt veel te hard. Ik probeer hier een interview te doen. Nou, we zijn dus hier in Deurne. En hier hebben ze dus iedere maandag, dat is vandaag volgens mij, hebben ze dus een soort alternatieve prins. En die staat hier binnen. Dus die gaan we even interviewen. En die andere prins, die is er helemaal niet blij mee. Want die vindt dat helemaal niet leuk dat al die aandacht naar die natte tos die gaat. Kom eens even. Ja. Jij bent dus de echte prins. Dat zeggen ze. Maar vind je het dan niet erg dat al die aandacht nou naar die natte tos die gaat die binnen staat? nee, want dat is een ontzettend gave vent die is vandaag. Is dat zo? Ja. Nou, ja, dan ga ik het even vergelijkend ware onderzoek doen. Ja. Ik ga even vergelijkend ware onderzoek doen. We gaan naar binnen, speel maar. Yay! Kom, ik ben weer op. Geweldig ook, hè? Ja, Annemarie, dat klopt, want die prins hier, die is dus jarig. Nou, attent als we zijn, hebben we dus eigenlijk geen cadeautje. We zitten trouwens in Helmond, zoals je eigenlijk al zei. En, maar ik dacht, ach, we vinden wel een cadeautje. We hebben hier de auto waar we ons mee verplaatsen. Ik zeg, die krant van vandaag. Dus dit is een boterham. Nou. Op naar de jarige prins. Gefeliciteerd! Hoe oud ben je geworden? 31. Wat een jonge prins. Vind je dat jong? Hier je cadeau. Oh, dankjewel. Hier zitten allemaal bejaarden. Ja, er zitten allemaal, ja, de oude viepen. Zo heten de oude vandaag hier in Helmond tijdens het carnaval. En die zijn allemaal met hun rollators hier naartoe gerold? Ja, rollators, kraambedden, ik weet het niet. Wat zeg je? Een stukje van ons duo NL op. Bekend van radio en tv. We moeten van die man even die mensen filmen. Dat is zeg maar de band met naam. Ze lijkt een beetje op Annie Schilder. Een mooie tegel weer van BZN. Maar dit is BM. En... Ze zijn dan nog misschien wel oud, maar ze hebben er zin aan. Ze wilden wat bijen verdienen. Ik heb nog plaats in mijn haren. Hier, knakkertje. En hoeveel mensen zitten er al in dan? 34. Maar ik heb al een tijd, want ik ben gepensioneerd. Ja. Ik hoef alleen mijn oliedollars maar te tellen. Je bent er wel oud, maar je hebt er nog wel zin aan, hè? Ja, ik kan het nog wel. Ja. We zijn de oudste carnavalsvierder hier willen we huldigen. Dus ik dacht, we doen een soort, ja, ik zal maar zeggen, bejaardenbingo. Dus als je je leeftijd hoort, ik ga gewoon vanaf 86 beginnen. Als je ouder bent dan 86, moet je gewoon even roepen. Wie is 87? Steek je hand maar op. Is er iemand 88? Is er iemand... Bent u 88? Je liegt. Wie is er 90? Heb iemand van 90? Heb iemand van 90? Ik kom je huldigen. Bedankt, Lionel. Gefeliciteerd. Dat is de oudste carnavalsvierder in de zaal. Pas 2 dagen, hoor. Oh, gefeliciteerd. Kijk eens. En daarmee krijgt u... Fijn feestje niet!
Ja, ik vind het leuk hoor. Ja? Ja, voor de eerste keer hier in Helmond. Oh, leuk. Ja. Nou, heel veel jaren nog dan. Heel veel gezonde carnavallen dan, hè? Dankjewel. Oké, okay, Annemarine was het. Hier vanuit Helmond. Hij zegt fijn vision hier. Ja, ja. Doei. Leuk doen, we zijn live nu. We zijn in Deurne en dit zijn de twee leukste jongens uit Deurne. Of ongeveer de enige die mee wilden doen. Hey, en hebben jullie al aangespijt van de afgelopen dagen? Nee, tot nu toe gaat het prima. Dus ik zeg, we gaan nog zeker een paar dagen door. Hebben jullie al moeten overgeven? Nee. Nee. Heb je al iemand beledigd? Echte beer, nee. Oh, jawel. Beledigd wel. Ja? Ja, hoe dan? Gewoon. Ik vind het niet normaal wat jij dat doet. Veren, nee. Beledigen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, ja, weet je. Ja, maar hebben jullie een beetje succes met die pakken? Nou, tot nu toe wel, ja. Er schijnt inderdaad veel vraag naar te zijn. Dus heel veel mensen die komen naar ons toe en die vragen van... Knuffelen en... Zoals deze jongen hier. Ja, dat is wat je wil natuurlijk, hè. Gewoon dat zoveel mogelijk jongens geknuffeld worden. We hebben dat pak natuurlijk niet voor niks. Ja. Dus ja, vandaag. Nou, hartstikke bedankt voor de diepte interview. Gaan we snel naar binnen. Ja, doe maar. Dag. Kom maar even, Nonneke. Nonneke, want hoorde ik nou dat de paus ging aftreden? Ja, het klopt. Hij gaat aftreden. Heb jij het eigen hand vernomen? Ja, hij heeft mij persoonlijk even gebeld. En wat vind je ervan? Ja, het wordt tijd. Een oude lul toch een beetje. Ja, absoluut. En nou heb ik gehoord dat ze iemand zoeken ook tussen de 75 en de 80. Dus, oh, dat is beter. Ja, we gaan gewoon weer even een jonge man zoeken tussen de 75 en de 80. Ja, oh, dat is beter. Ja, ja. Nou, ik was toevallig vanmiddag in Helmond. Er was een hele zaal vol met mensen tussen die leeftijd. Dus ja. En je hebt niemand kunnen vinden? Ja, ik wist het niet eigenlijk nog. Ja, nee dan. Anders had je iemand kunnen vinden. En nou gaan ze waarschijnlijk iemand in Italië of weet ik ergens zoeken. Ja, dat vind ik zo afgezegd. En heb je nog een beetje leuke dingen kunnen doen met carnaval? Moet je al gaan biechten? Nee, ik heb me heel netjes gedragen. Ik ben niet van niets een non. Hè? Wij gedragen ons altijd netjes. Jawel. Jawel. Ik gedraag me altijd netjes. Altijd. Dus nee, ik heb zich ook redelijk nuchter uit ook. Ik ben zelfs nuchter. Ja, zie je. Een saaie muts zeg, wat een saaie non! Nou, Annemarie, volgens mij was het dat we wel weer voor dit ontzettende diepgravende bijdrage. Ja, ik vond het leuk. Ik ga weer terug naar jou. Dankjewel. Of zo. Dankjewel. Maud, daar was ons sneeuwwitje weer. Hi. Hoe gaat het? Wat wil je? Ja, je zit erin. Hoi. Hoor. Ja. Hoi, wij zijn bij Beekman en Deurne. En iedereen weet het wel, hè, met carnaval. Het gezelligste is het eigenlijk toch altijd op de wc. Weet je wel? Je staat gewoon bijna in je broek te plassen. Omdat je veel te lang gewacht hebt tot je in de rij ging staan. En dan sta je in de rij en dan is het gewoon eigenlijk supergezellig. Weet je wel? Die is hartstikke zat en die heeft liefdesverdriet. Die moet spugen. Die is boos op de vriendje. Die heeft dat en die heeft dat. Nou, ik heb hier staan een paar meiden. Die eigenlijk die ook allemaal hele goede herinneringen hebben aan wc's met carnaval. Toch of niet? Echt wel. En wat is het? Ja, ik vind dat een gezellig moment om naar de wc te gaan op het carnaval, of niet? Jazeker. Ja, wat maak je zoal mee hier bij Beekman en Beekman op de play? Behalve dat je gewoon keihard tussen de coulissen valt van de lach. Ja, wimpers plakken. Ja, jullie moeten natuurlijk constant wimpers plakken. Ja, je moet weer geplakt. Ja, zie je, dat gaat. Mislukt. Ja, maar heb je wel eens bijvoorbeeld... Ja, ik moet eerlijk zijn, ik heb dus wel eens één keer gehad dat ik... Zo lang in de rij stond voor naar de wc te gaan dat ik in mijn broek heb geplast. Nee, dat heb ik nog in de rij voor de wc. En mij gaat er gewoon doorheen, hè? Kijk. Ja, dus dit is eigenlijk allemaal van jou. Maar maak je wel eens gekke dingen mee hier zo op de wc? Even serieus? Even een beetje voor de mensen thuis die thuis zitten? Even iets inhoudelijks? Je maakt meer gekke dingen daarmee, denk ik. Niet hier op de play? Hier, nee, daar is het te doen. Oké. Okay. Dit is vertrouwelijk. Ja, what happens in the toilet stays in the toilet. Yes. Oké, en nu even, we raken de wc-bril niet aan, hè? Nee, we gaan het hangen. Je doet gewoon zo de deur open en dan doe je met je voet de bril omhoog. Ja. Zo. En dan ga je, ja, dat... Of je legt er een wc-papiertje op in. Doe jij dat? Ja, ik leg er een wc-papiertje op in. Ik kan niet haken plassen. Ik wel.
heel goed. Kan oh, ik doe dat ook? Ja, nee, bluh. Oh, dat pc-papier zou je maar afklippen. Gaat van daarheen. Ja, die gaat terug naar de wc. Ja, je moet met je voet zo de bril omhoog doen. Nou ja, bedankt dames. Het was een zeer zwaar inhoudelijk interview. Daar ben ik echt blij om, hoor. Hey. Hallo. Nou, is er nog één dingetje, Annemarie? Eén dingetje voordat ik ga verlaten voor vandaag. Want dit moet ik doen van Dini. Dini heeft wat gezien en daar moet ik heel even op af. Deze mensen. Oh. Wacht even jongens, we zijn heel even druk. Deze mensen. Je, ik ga trouwen, kus me. En jij wil. Ja. Maar wat ik aan jullie echt trouwen. Dat weten we nog niet. Ja. Ja, ooit wel. Maar? Ja, dit is gewoon uit de zatte grap van vorig jaar gekomen. Hoe dan? Hij heeft mij heel erg zat vorig jaar canvas maandag hier in de Beekman ten huwelijk gevraagd. Sukkel! Ja. Sukkel, dat moet je nooit doen. Ja, dat weet ik, maar ja. Dus jij hebt dat gedaan, maar ben je er nog op teruggekomen dan? Nee, want we gaan ooit nog wel een keer trouwen. Nou, omdat ben je nu weer zat, of niet? Nee. Nou, vraag het maar. Doe maar een aanzoek in de camera. Schat, zou je met me willen trouwen? Ja, heel graag. Nou ja, hallo. Nou, hebben we toch nog een carnavalsbaby. Dat is leuk. Volgend jaar zijn jullie hier. We spreken same time, same place en dan horen we af of het echt gelukt is. Ja. Nou Annemarie, loopt het toch nog goed af, hè? Ik vind het prachtig. Dankjewel Maud voor vandaag. Morgen, laatste dagje. Lekker slapen straks.